Een hele goede middag. Het is vandaag woensdag. Het is 3 april. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik heb gisteravond naar Goede Tijden gekeken. Was op zich wel weer leuk. Alleen het is heel vreemd, want hun stoppen dus echt letterlijk eind mei al. Normaal gesproken is de stop in juli. En ze stoppen nu dus al eind mei. Want ik denk van, dat is wel heel op tijd, zeg maar. Ja, ze zullen hun redenen er wel voor hebben, maar ik vind het ook wel gekkig. Maar goed, aan de andere kant, het spelletje wat ervoor in de plaats komt, vind ik ook hartstikke leuk. Dus dat is verder prima. Daarna heb ik even het roer om Hoe is het nu met gekeken. Dat was afgelopen donderdag op tv, maar omdat ik de Passion had gekeken, had ik die opgenomen. En dat vond ik wel leuk, want zou er een vervolg komen op deze dame die meedeed en dat kwam maar niet. Dus ik dacht echt toen de volgende aflevering, nou nu gaan we het verder zien. Nou dat was dus niet, want ze kwamen met een hoe is het nu met. Nou uiteindelijk had ze het allemaal redelijk op de rit. Ja, ik vind het altijd heel knap als mensen zo'n stap durven te zetten. Ik moet er zelf niet aan denken, maar het was wel leuk. Ik heb even een spelletje gedaan. Toen heb ik de vlog afgemaakt, maar dat was niet heel veel werk meer. Want ik had het grootste gedeelte al klaar en heb ik mijn foto's bewerkt. Toen ben ik mijn serie gaan kijken op Netflix, Hit and Run. Er komt geen tweede seizoen van ook, want het scoorde toch niet zo goed als dat ze hadden verwacht. En ja, had ik niet helemaal verwacht, maar nou ja, goed. Het is op zich wel een goede serie. En daarna heb ik even Hete Daad gekeken. Toen ben ik naar bed gegaan, heb mijn boek uitgelezen. Dat was ook wel leuk. Dus eigenlijk weer helemaal rond. Ik ga zo meteen de woonkamer doen en ik ga de basisspullen opruimen. Ik vind het altijd wel weer jammer, want ik vond het altijd heel gezellig en zo. Maar ja goed, het is ook alweer tijd om het op te ruimen. Ik moet even een grote doosje pakken, want in het doosje waar het in zat past het allemaal niet meer in. Dus dat ga ik eventjes doen. En ja, dan hoop ik ook dat de takken erbij kunnen, maar dat twijfel ik over. Want die durf ik ook eigenlijk niet heel goed in een doos te stoppen, want ja, je wilt niet dat ze breken. Dus ja, en dan is alles weer een beetje normaal. Ik moet even een was aanzetten, want ik heb best wel veel was. Dus dat ga ik ook eventjes doen. Dus ik neem jullie daar gewoon gezellig weer in mee om eventjes op te ruimen. En dan kan ik mijn eigen spullen er weer neerzetten. En dan ga ik het zelf allemaal eventjes schoonmaken. Dus dat is wat ik ga doen. Dus ik ga jullie gezellig meenemen. Thank you.
mijn eigen accessoiretjes staan er weer. Dus het is allemaal opgeruimd. Alleen de stickertjes moeten er verder nog af. Ik heb ze in de keuken er al wel af, maar ze moeten nog van de pot eraf. En ook nog van het raam in de gang. Maar verder is het allemaal weer klaar. Alles is schoon. Nou, zoals jullie hebben kunnen zien, heb ik het weer opgeruimd. Ik heb wel heel veel van mijn nagellak verloren, dus ik moet wel even een beetje bijwerken. Helemaal omdat ik er vrijdag nog een video mee wil opnemen. Het is niet de beste nagellak. De slinger moet er nog eventjes af, maar en de rest van de stickertjes. Maar voor de rest heb ik het eigenlijk allemaal wel weer zover klaar. Dus dat is ook wel weer lekker. Ik heb het allemaal al naar boven, dus dat is fijn. Dus nu ben ik ook wel moe. Ik ben de hele middag er ook wel druk mee geweest, maar dat geeft niet. Het is allemaal weer netjes, alleen... die stickertjes dan nog. Ik ga nu zo even lekker relaxen. Inmiddels is het ook weer beginnen regenen. Vind ik op zich wel gezellig. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond ga ik gewoon goede tijden kijken. En daarna mijn huis op orde. Want voor de rest, die andere programma's die niet komen in plaats van Merit at First Sight, vind ik niet interessant. Ga ik nog even een spelletje doen. Een blogpost schrijven en de vlog uploaden. Daar moet ik ook even een thumbnail van maken. En... en dan ga ik mijn Netflix-serie kijken en daarna nog even hete daad en dan ga ik naar bed. En ik kan een nieuw boek starten, want ik had mijn boek uitgelezen. En even die nagels bijwerken, want ze zijn echt wel goed beschadigd. Maar goed, dat hoort er soms bij. Ik ga jullie in ieder geval morgen zien, mijn camera is ook bijna leeg. Dan kan ik die even gaan opladen en dan ga ik even lekker in de relax-mode. Dus bij deze zeg ik tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is vandaag 4 april. Ik ben klaargemaakt. Ik heb dat shirtje aan van de Scapino. Ik kan hem eventjes laten zien in de spiegel. Sommigen vinden dat wel leuk om te zien. En aangezien we de trap vandaag hebben. Kijk, ik heb hem aan. Het is dus een S'je. Hij zit verder helemaal goed. Ja, hier ook. Kijk, die kan je gewoon iets meer naar beneden trekken. Heel leuk shirtje. Hij zit ook echt super lekker. Maar aan de achterkant, dat ga ik niet kunnen laten zien, zit dus een gaatje. Ik ga weer even naar de gewone stand. Er zit dus een klein gaatje. En dat is gewoon een leuk speels effect. Staat ook hartstikke leuk. Maar er zit dus een haakje en moet je mee dichtmaken. Dus ik dacht, eeuw. Dus ik had dat shirt aan, maar dat haakje was opengegaan. Waarschijnlijk met de handwas doen. Dus ik wilde dat haakje terug vastmaken, maar dat lukte niet toen ik hem aan had. Ja, en aangezien ik natuurlijk geen hulp heb, iemand die me kan helpen, dacht ik, oh, nou, dan moet ik even proberen of ik hem dicht kan maken en dan aan kan trekken. Nou, gelukkig kon dat. Anders had je met zo'n open ding gelopen. Maar het is uiteindelijk gelukt, dus dat is fijn. Ik kreeg een appje van mijn coach, die zei, ja, ik ben er rond 4:15. En nu kreeg ik een appje dat ze er om 3:15 al is, dus toch eerder dan verwacht. Nou ja, op zich niet erg. Dan ben ik ook alweer eerder thuis, want ik heb eigenlijk helemaal geen zin om de deur uit te gaan. Maar ja, ik moet. Komt ook goed hoor, dat is verder helemaal niet erg of wat dan ook. Dus nou ja, dat. Dus ik ga dan zo eventjes, als ik stof gezogen heb, even alles bij elkaar rapen. Ik had verder alles al klaar. Maar ik dacht, oh, als zij laat is, kan ik morgen even wat klusjes doen. Maar ja, nu moet ik toch wel eerder weg dan verwacht. Is niet erg, maar ja, heb je soms gewoon. Ik heb gisteravond gekeken naar Goede Tijden, daarna Je Huis op Orde. Het is alweer een paar weken bezig, maar omdat je Merit at First Sight had op woensdag had ik nog niet gekeken en toen zag ik wel dat er wat veranderingen waren. Twee van de drie mensen doen niet meer mee. Ze waren altijd met z'n drieën. Nu doet één van de drie het nog. Ik vind wel dat de fijnste persoon is overgebleven, want die andere vond ik soms een beetje vervelend. Maar was wel leuk en ik krijg zelf altijd wel opruimvibes van dat soort programma's. Dus wat dat betreft zijn ze altijd wel goed om naar te kijken voor mij. Omdat ik zelf ook wel zin krijg om op te ruimen als ik dat soort programma's zie. Daarna heb ik nog even een spelletje gedaan. Toen heb ik de vlog ingepland en een thumbnail gemaakt en even mijn blogpost geschreven. Toen ben ik weer Hit & Run gaan kijken op Netflix. Krijgt wel een hele bijzondere wending. En aan de ene kant snap ik misschien wel dat mensen zeggen, ja, het is heel ongeloofwaardig. Maar ik vind het nog steeds wel een fijne serie om naar te kijken. En ik geniet er nog van. En daarna nog even hete daad. En toen ben ik... naar bed gegaan, heb ik een nieuw boek gestart. Ik vond het trouwens grappig. Bij Hete Daad zat één Nederlandse acteur die me heel bekend voorkwam. Er zaten twee Nederlandse acteurs in, maar die andere man kende ik niet. Maar dat was nog een jongere jongen, zeg maar. Was ook geen bekende naam op de aftiteling. Dat was wel leuk. En een nieuw boek dus gestart was ook verder prima. Maar ik had het heel erg koud, dus ik heb niet heel erg lang gelezen. Omdat ik dan heel erg verkrampt in bed ga liggen en ik overal spierpijn krijg. Goed, ik ga nu dus eventjes stofzuigen en zo. En dan neem ik jullie
ja, gewoon weer eventjes mee met boodschappen doen straks. En dan zie ik jullie wel weer als ik terug ben. Dus dat is voor nu even de planning. Zo, terug van de boodschapjes. Ik heb allereerst een zak kattengrit gehaald. Ik ga volgende week weer even naar de Welkoop. Ik ga eens even ervan afschatten, want zo zien ze mij niet. Ja, dat hebben we nu even niet gedaan. Mijn coach heeft volgens mij dus een goede aanbieding bij de Aldi. We zijn ook even bij de Aldi geweest. Ik heb een broccolietje. Voor straks lekker hamburgertjes. Die waren nu in de aanbieding bij de Lidl. Dan heb ik spekjes. En weer eventjes mijn water. Want ik probeer elke dag zo'n flesje leeg te drinken. Dan heb ik vuilniszakken gekocht. Even een goedkope shampoo voor het wassen van mijn kwasten. Ik zit nu net met die zon in beeld. Dat is echt heel vervelend voor jullie. Maar ik kan er even niet zo heel veel aan doen. Ik heb 2 sportshirtjes met korte mouwen gekocht. Een zwarte en een blauwe. Want ik dacht, ja, nu gaan we weer een beetje naar het mooiere weer toe. Dan hoef je weer niet echt lange mouwen aan. Ik zal even de gordijnen dicht trekken. Dit is geen fijn licht zo. Dan heb ik speklapjes. En ik heb ook mijn vouwtjes ingeleverd voor de plantjes. En bij de Aldi kwam ik deze broek tegen. Hij was 5 euro. Nog een skinny broek. Lekker donker kleurtje, hou ik van. Maar het was een S'je. Mijn coach zei... Hij ziet er best wel kort uit. Ik zeg, nou, dan pas ik hem toch even. Maar ik had al een spijkerbroek aan. Dus ik heb hem over een spijkerbroek heen aangepast. Was natuurlijk een heel gedoe om aan te krijgen en weer uit te krijgen. Maar hij zat echt helemaal goed. Dus nu heb ik hem even gepast voor 5 euro. En ik weet niet of hij dat nog mag ruilen als het in de aanbieding is geweest. Ik heb ook boontjes daar gehaald. Die waren nu in de aanbieding. En nog dit leuke pullovertje. Die was ook 5 euro. Ik dacht, vind ik wel leuk. Ja, je gaat misschien nu weer een beetje... Het is een Spencer. Misschien ga je nu weer een beetje het koelere weer in. Maar ik vond hem wel leuk. Stond eigenlijk 7 euro op, maar was bij de kassa 5. En nog deze koekjes in de aanbieding. Want die vind ik altijd heel lekker. Die waren nu 1 euro. Slavinken. Broekjes voor de poesjes. Dan heb ik weer nog schuimmelk. Kuppensoep, 2 voor 2 euro. Ik had natuurlijk bij de Albert Heijn ook al wat gehaald, maar ik eet dit echt heel veel. Dus ik dacht, dan heb ik weer even een voorraadje. Dan heb ik even chocomel. Nou, mijn pausjes voor de plantjes. Mijn toetjes. Aardappeltjes. Oh, patatjes zijn dit, sorry. En aardappeltjes. En ik had nog 2 blikjes met
snoepjes, Sky Candy, die zijn altijd heel lekker. En ik heb sherry, die waren €1. En ik heb berry, dus die vind ik altijd wel heel lekker. Dat waren de boodschapjes. Ik ga dit nu eventjes opruimen. Dan ga ik even lekker douchen en dan straks eten maken. Vanavond heb je gewoon het roer om, maar je hebt ook Ajax. En dat wil ik uiteraard ook zien. Tegen de Go Ahead Eagles. Ik moet alleen even kijken hoe laat ze spelen. Verder ga ik gewoon eventjes mijn foto's bewerken. En nog even een spel doen. En dan ga ik lekker mijn Netflix-serie kijken. En weer even hete data. En dan ga ik lekker naar bed. Verder lezen met mijn boek. Dus dat was dat. Ik heb jullie vandaag even een keer meegenomen bij de Aldi. Dacht ze ook alweer een keer leuk. Toen kom ik niet zo vaak. Maar we zeiden wel tegen elkaar, mijn coach en ik. We moeten weer vaker naar de Aldi. Dus dat is soms wel grappig. Maar goed, dat dus. Ik ga jullie dan gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder gewoon eventjes dit opruimen. En gewoon even mijn eigen dingetjes doen. Dus bij deze zeg ik dan tot morgen. Een hele goede middag. Het is vandaag vrijdag 5 april. Ik ben klaargemaakt en ik heb net eventjes nog een video opgenomen voor dinsdag om een trendeditie uit te testen van Essence. Kom maar even, Mickey. Mickey is een beetje onrustig. Ik heb toch weer even lekkere warme trui aan, want het was zo aan het regenen. Ik stond boven om kleren te pakken en ik hoorde de regen tikken. Ik denk, nou, dit is toch wel lekker. Kom maar, Mickey. Ik heb weer eventjes mijn oogdruppels gebruikt voor de hooikoorts. Want daar heb ik toch wel weer wat last van, merk ik ook. Nou, gisteravond. Ik heb Goede Tijden gekeken. Het roer om en ook Ajax. Mickietje, kom maar. Ja, het roer om was wel leuk. Maar er waren ook best wel veel dingen waarvan ik dacht, het is ook niet zo heel erg slim. Maar goed, weet je, ik vind het ook wel dapper dat mensen die stap durven te zetten. Maar gelukkig zou ik het zelf nooit hoeven doen. We hebben Ajax gekeken. Leek goed te gaan. Het was niet heel safe. We stonden 1-0 voor en uiteindelijk werd het weer 1-1. En daar baal je dan gewoon van dat je denkt van, jakkes. Weer gelijkspel. Doe je niks aan. Het is maar een voetbalspel, ik weet het. Maar ja, mijn hart ligt toch altijd bij Ajax. En ik hoop gewoon altijd dat ze het heel goed doen. Ja, dat ging gewoon niet weer van een leien dakje, helaas. Moet ik zeggen, de afgelopen week is er weer heel veel naar buiten gekomen omtrent dingen die gewoon ook niet echt goed doen voor de club. En ik weet ook niet in hoeverre de spelers daar last van hebben. Dus ja, daar kun je ook niet heel veel over zeggen. Ik heb mijn foto's bewerkt. Ik heb even wat boeken naar mijn stickje gezet, want ik bewaar mijn e-boeken altijd op mijn stickje. Ik heb wel eens gehad in het verleden dat bijvoorbeeld familieleden ook een boek zochten. En dan nam ik dat stickje mee en dan had je een hele reeks met boeken, want ik heb alles gesorteerd op schrijvers en weet ik veel wat. Toen ben ik Hit & Run gaan kijken en daarna heette dat. Dat was wel heel erg grappig, want er zat dus iemand in. Een Vlaams acteur. En die op een gegeven moment komt, op het einde komt die naam, die komt dan in beeld. En ik denk, oh, dan ga ik dat toch even googelen van, goh, ken ik hem nog ergens anders van? Want dat is natuurlijk heel lang geleden. Toen bleek dat dus iemand te zijn die gewoon in Chantal zit. Ronald Schietenkatten speelt hij daar. Dat vond ik dan heel grappig dat je zo iemand dan ook in het jong hebt gezien. Nou ben ik lekker naar bed gegaan om een boek te lezen. Dus dat is verder prima. Ik ga zo meteen stofzuigen, de bakken scheppen en dan wil ik dus mijn Albert Heijn hamsters gaan neerzetten. Ik heb in de vorige vlog verteld dat ik dus die hamsters verzamel. Misschien vind je dat heel raar omdat ik een volwassen vrouw ben. Maar ik kan je vertellen, er zijn heel veel mensen die deze hamsters verzamelen. Zowel mannen als vrouwen die ook gewoon volwassen zijn. Maar ik heb dus dat rek over vanuit de keuken. Toen zei mijn vader, dan kun je daar mooi die hamsters op neer gaan zetten. Dus dat wil ik boven gaan doen. Ik zeg er gelijk bij, ik hoop dat je door de troep heen kan kijken. Want het liefst wilde ik eigenlijk ook niemand meenemen naar boven. Maar dat ga ik nu toch even doen. Want ik wil heel graag die hamsters een plekje gaan geven. Dan is dat alweer weg. En dan kan ik gewoon lekker verder. Let daar vooral niet op. Ik zal proberen niet te veel in beeld te brengen. Maar het is echt nog lang niet klaar. En ik ben er echt mee bezig. Maar momenteel, hoewel ik dan gisteren zei, nadat ik dan je huis op orde heb gezien, heb ik wel weer wat meer opruimvibes. Maar het blijft een beetje lastig voor mij om het allemaal uit mijn vingers te krijgen. Dus ik probeer heel erg mijn best te doen. En jullie krijgen echt ook nog een keer te zien als het helemaal af is. Maar nu wil ik gewoon lekker die hamsters gaan neerzetten. Die hamsters maken mij blij. Dus ja, als mensen denken het is heel kinderachtig, ook prima. Maar ik word er gewoon echt heel blij van. Ik vind het leuk ook om ze neer te zetten. En
ja, ook gewoon, nou ja, goed. Ik ga er verder maar niet te veel woorden aan vuil maken, want het is gewoon iets wat ik leuk vind. Ja, dat vind je leuk of dat vind je niet leuk. Maar daar wil ik jullie dus wel bij meenemen. Dus ik ga dat rek helemaal schoonmaken. Ik ga ook even de stofzuiger mee naar boven nemen. En dit wel, zodat ik ook op die plek gelijk kan dweilen. Ik hoop nog wat een en ander op te ruimen. Dus ik ga dat gewoon even doen. Maar nogmaals, het is echt een bende. Ik ga wel eventjes zo meteen een wasje aanzetten, want de gordijnen die moeten even gewassen worden. Die doe ik even op de 30 graden was, want dan kan ook die roze trui van de kruidvat erbij. En dan eventjes mijn panty, want die heb ik aangehad met die vlies erin. En die moet dus eventjes ook maar even op 30 graden, want die durf ik ook niet op de 40 graden te doen. Dus dat ga ik allemaal eventjes doen en dan neem ik jullie dus eventjes mee naar boven om te proberen om dat rek eventjes helemaal goed schoon te maken en de hamstertjes neer te zetten en een goed plekje te vinden. Zo, alle hamstertjes nu verzameld. Ik heb er denk ik nog een paar, maar die moet ik nog tegenkomen met opruimen. Maar ik heb in ieder geval weer het een en ander veranderd. Dus dat is al wel weer fijn. Maar de hamstertjes staan en daar ging het om. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Nu kan alles mooi naar beneden en dan ga ik weer even verder van de week met opruimen. Maar dit is in ieder geval weer mooi klaar. Zo, ik ben klaar. Het was lekker. Het was leuk om daarmee bezig te zijn. Ik had gelijk wat ideeën om de boel weer wat om te gooien, zodat ook de deur straks weer dicht kan. Maar het ging eigenlijk gewoon goed en daar was ik blij mee. Het was heel fijn om gewoon zo even bezig te zijn. En ja, ik denk ook wel van, ik kan nu ook wel zeggen, ik word er ook blij van als ik daar kom. Dus ja, ik vind het wel gewoon heel fijn dat ze allemaal georganiseerd zijn. Mooi bij elkaar staan, echt super leuk. Zelfs wel dingen teruggevonden die ik kwijt was. Nu gaan we nog wel weer verder, maar ik denk dat ik eerst maar eens even ga beginnen met de was allemaal in de kast te gaan leggen. Ik heb nog beneden wat was staan die naar boven moet en dat allemaal, dat is ook al heel wat. Als dat gewoon allemaal weer in de kasten is, heb je ook weer wat overzicht. Dus ik denk dat ik dat gewoon eens eventjes ga doen. Maar dat ga ik van het weekend gewoon eventjes doen, want ik heb, nu ben ik moe. Het is hier nu ook heel licht, want de gordijnen hangen er niet, die zitten in de was. Dat duurt een beetje langer, want het is een 30 graden was. En eigenlijk gebruik ik dat nooit, maar omdat ik wist dat die roze trui op 30 graden moest en die legging, dacht, nou, dan doe ik ook maar gordijnen. Maar ik hoop alleen dat dat stof dat haalt, zeg maar. Maar dat moeten we maar even zien. Maar ik ben in ieder geval wel weer heel erg blij met wat ik heb kunnen doen. Nu ga ik zo even lekker wat drinken en relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en heerlijk eten. Even gezond eten is ook wel fijn. Want afgelopen week, ja, natuurlijk omdat het paas was, ook wat minder gezond gegeten. Dat heb ik ook wel een beetje gemerkt, zeg maar, aan mijn darmen en zo. Maar dat komt allemaal goed. Dan ga ik vanavond weer heerlijk Flikken Maastricht kijken. Daar heb ik heel veel zin in. Daar heb ik, ja, daar kan ik gewoon heerlijk van genieten. Nog even een spelletje doen. Dan ga ik mijn video in elkaar zetten, mijn blogpost schrijven. Misschien nog even wat op de computer, maar moet ik even kijken. En dan ga ik lekker mijn Netflix-serie kijken. En dan ga ik daarna weer verder met Sphinx. Even kijken hoe de tweede aflevering is. Ik was de eerste een beetje zoekende, maar ik ben wel benieuwd hoe de tweede gaat zijn. Maar gewoon, ja, het geeft me een heel fijn gevoel dat ik dit zo nu heb gedaan. En dat rek daar weg is en dat die nu gewoon staat waar die moet. Dus helemaal blij mee. Ik zit erover te denken om misschien mijn vesten te gaan vouwen. Maar dat zijn allemaal dingen, daar moet ik gewoon eventjes over gaan nadenken. En dat komt allemaal goed. Dus dat ga ik gewoon allemaal eens eventjes rustig bedenken. Soms heb ik ook van ideeën. Dan lig ik in bed, dan kan ik niet slapen. En dan krijg ik allemaal ideeën. Dat is soms wel lastig.
Maar goed, in ieder geval dan. En als ik naar bed ga, nog even lekker mijn boek lezen. En dat is het dan ook wel. Ik ga jullie in ieder geval morgen zien. Want als die was zo klaar is, dan kunnen de gordijnen weer opgehangen worden. Dan kunnen even die twee dingetjes aantrekken. En dan ja, is het mooi geweest voor vandaag. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is vandaag 6 april. Ik ben klaargemaakt. En het is vandaag 24 graden, zeggen ze. Nou, dat voel je er niet aan af hoor. Het is waaierig, het is bewolkt, de zon schijnt hier niet. Ik vind het gewoon fris. Ik heb wel iemand gezien in een korte broek en een t-shirt. Nou, dat zijn misschien mensen die gelijk al een beetje de, ja, toch een beetje de zomervibes krijgen of zo. Ik moet er zelf nog niet aan denken. Ik heb het eerder koud dan dat ik het warm heb. Dus ik heb gewoon lekker mijn lange broek en mijn shirt aan. Dus ik vind het prima. Ik heb gisteravond gekeken naar Flikker Maastricht. Weer een super mooie uitzending. Ik was ergens bang dat het misschien al de laatste was, maar gelukkig nog niet. Dus ja, weer echt onwijs van genoten. Maar dat doe ik eigenlijk elke week. En ik hoop dat we nog een aantal afleveringen hebben, want dat zou ik wel heel erg leuk vinden. Maar ik heb ook nog niet echt het gevoel dat we al naar een cliffhanger aan het toewerken zijn. Misschien nu iets meer, maar ik zou ook echt nog niet weten wat het resultaat zou zijn. Maar dat is gewoon afwachten. Ik heb daarna nog even een spelletje gedaan en ik heb de video in elkaar gezet en mijn blogpost geschreven. Ik ben even een beetje bezig geweest met de laptop aan het opruimen, want die stond echt stikvol. Dus ja, allemaal een beetje aan het opruimen. Mickey is een beetje onrustig. Dus nou ja, prima. Toen ben ik de serie gaan kijken op Netflix. Ja, ik vind hem nog steeds wel heel goed. En daarna Sphinx. Ja, ik blijf erbij. Ik weet niet zo goed wat ik ervan vinden moet, jongens. Ik weet niet, zijn er mensen die het al gezien hebben die zeggen van, het is ook zeker de moeite waard om door te kijken. Want aan de ene kant wil ik dat ook wel. Want ik heb aan de ene kant ook wel zoiets. Ik ben wel heel erg benieuwd wat erachter zit. En aan de andere kant denk ik, het is ook echt wel een hele vreemde serie. Het is van de makers van Penosa. En Penosa vond ik echt super goed. Maar ik kan hier nog niet helemaal mijn vinger op leggen, zeg maar. Maar goed, het zal wel. En daarna ben ik naar bed gegaan. Heb ik nog even mijn boek gelezen. En toen ben ik lekker gaan slapen. Ik heb mijn nagellak eraf gehaald, maar ik zie hier en daar echt nog wat van die nagellak zitten. En het is niet, ja, het voelt niet heel lekker aan, dus het moet er nog even afgeveild worden. Ik moet vandaag de kwasten wassen, ik moet eventjes nog de stickertjes van het raam in de gang halen. En ik wil even een wasje naar boven doen en dan wil ik weer even verder in mijn blog en YouTube boek. Want daar heb ik nu vorige week natuurlijk niks aan kunnen doen omdat ik niet thuis was. En ik wil het wel een beetje bijhouden. Maar eerst zal even lekker stofzuigen en dan ja, ga ik gewoon eventjes wat dingetjes doen. Dus ik neem jullie gewoon weer mee. Dus dat is eigenlijk voor nu de planning.
Zo, ik ben eigenlijk best wel lekker bezig geweest. Ik heb boven nog het een en het ander gedaan. Dat was eigenlijk best wel fijn. Gewoon eventjes wat kleding weer opgeruimd. En dat wasje eventjes in de kast gewerkt. Dus dat was allemaal eigenlijk wel heel erg lekker zo. Dus het wordt steeds wel weer wat beter zo. Ik heb nu wat meer overzicht, dus dat is wel heel erg lekker. Eigenlijk was het best wel een lekker middagje. Even mijn blog en YouTube-boek bijgewerkt. Dat was ook echt wel even nodig, want ik liep heel erg achter. Ik zat nog halverwege april. Maar nu kan ik het gewoon weer goed oppakken, want voorlopig heb ik ook niks op zaterdag. Dus dat is wel lekker. Nu ga ik zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen. Ik heb nog even een wasje aan staan. Die is bijna klaar. Dan kan die... die is denk ik al wel bijna droog als die eruit komt. Vanavond kijk ik gewoon weer naar Ik Hou van Holland. En ik ga even die nagellak eraf halen. Even veilen het restje. Ik ga sowieso nog even verder met Disney Dreamlight Valley. Heb ik vorig weekend ook niet gespeeld. Dus nu wel even lekker om dat weer te gaan doen. En dan ga ik mijn vlog voor het grootste gedeelte in elkaar zetten. Hit en Run kijken. En daarna ga ik weer verder met Fallen. Maar daar heb ik ook niet zo heel veel afleveringen meer van. Het waren er maar 6. Dus dan ben je er ook weer wat sneller doorheen. Dan ga ik lekker naar bed om mijn boek te lezen. Dus dat wordt het verder ook. En ik vond het wel lekker. Gewoon eventjes een dagje dat ik gewoon eventjes ook lekker even wat verder heb gekomen. Wiki is alleen een beetje miauwerig. Dus dat met elke keer dan ben ik wat aan het doen. En dan wil ze weer miauwen of ze komt weer naar boven. Nou ja, goed, dat hoort er een beetje bij. Maar goed, verder vind ik het wel heel lekker. Maar goed, nu ga ik lekker relaxen. Dus ik zou bij deze dan zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 7 april. Zoals jullie kunnen zien zit ik weer in mijn Ajax shirt, want ik ben klaar voor de wedstrijd. Klaar. Verliezen doet altijd pijn en ik ga ervan uit dat we dit wederom gaan verliezen. Ik zou blij zijn met gelijkspel dit keer. Winst is nog beter, maar ik denk bijna niet dat dat te doen is, want we moeten tegen Feyenoord en die staat er gewoon beter voor. Ajax die mist ook echt een aantal spelers, zag ik. De keeper is geblesseerd geraakt afgelopen donderdag. We hebben Brobbie niet, we hebben Berghuis niet. We hebben er toch nog wel weer heel veel niet, helaas. Ik had eigenlijk gehoopt dat die wel weer fit zouden zijn, maar het is helaas niet zo. Dus we gaan het wel zien, maar ik ga uit van verliezen. En dat doet toch altijd wel zeer. Vooral tegen in derby, moet ik zeggen. Of in de klassieker, moet ik zeggen. Zo noemen we dat altijd. Het is heel zonnig in Rotterdam. Dat zie ik wel. Het is hier ook wel zonnig, maar het waait hier ook behoorlijk. En die mensen, daar heb ik er allemaal zin in. En ik denk, ik weet het niet. Maar we gaan het zien. Ik heb gisteravond eventjes Ik Hou van Holland gekeken. Was wel leuk. Zaten wel een aantal mensen bij die ik ook weer niet kende. Ik kende twee gasten, kende ik dan ook niet. Nou, zegt mijn moeder, die zat in de Expeditie Robinson. En ik zeg, ja, dat heb ik nooit gezien. En dat vond ik een beetje... Hij was die jongen, die praatte ook een beetje als Freek Vonk. Ook zo druk en ja, ik weet het niet. Maar het was op zich wel grappig. En Jeroen heeft een keertje gewonnen, dat was leuk. Volgende week de laatste. Ik heb daarna nog even Disney Dreamlight Valley gedaan, want daar kon ik even weer wat dingen mee doen. Dat was ook wel leuk. Toen heb ik de vlog in elkaar gezet, voor zover ik kon. Want ik had natuurlijk beelden tot gisteren, dus tot zover heb ik hem ook al in elkaar gezet. Want dan heb ik dinsdag niet zo heel veel werk meer. En toen ben ik nog eventjes op de laptop wat mails gaan wegwerken en zo. Eigenlijk gewoon heel veel kon weg. Mijn mailbox staat een beetje vol, dus nou dat. Toen ben ik... Hit en Run gaan kijken. Heel spannend. Nog 2 afleveringen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat uitpakt. En toen heb ik nog even Vallen gekeken. En toen ben ik eigenlijk naar bed gegaan om een boek te lezen. Het werd nog erger. Ik vertelde gisteren al dat in dat boek heel vaak het woordje lekker voorkomt. Volgens mij heb ik dat gisteren verteld. Heb ik dat verteld? Nee, ik weet het nu niet meer. In dit boek. Ik ben dus het boek aan het lezen. En er kan op 1 pagina heel vaak het woordje lekker staan. En dan nu in 1 keer was ook iets poeperig. Toen dacht ik echt, hou op met me. Dit wordt echt heel vervelend. Dus de manier van schrijven vind ik iets minder. Dus ja, misschien ligt dat aan mij. Dat kan natuurlijk. En toen ben ik gaan slapen. Nu ga ik zo wel even stofzuigen en de groenten doen. En dan ga ik ondertussen kijken naar deze wedstrijd. En zien wat dit wordt. Ik verwacht er niet heel veel van voor Ajax. Maar we gaan het zien. Ik ben nog steeds verkouden. En ik heb nog steeds heel erg last van mijn buik. Dus
Het zit allemaal een beetje met elkaar, maar het zet ook niet echt door dat je echt ziek wordt of zo. Dus we gaan het wel zien. Maar goed, ik ga straks in ieder geval wel foto's maken. Dus ik zal straks de foto's even laten zien. En ik ga nu proberen om te genieten van deze wedstrijd. Al denk ik dat het vooral balen wordt. Maar dat gaan we zien. Ik heb inmiddels de fotospullen gepakt. Deze wedstrijd is echt om te huilen. De eerste helft is net afgelopen en we staan letterlijk al met 3-0 achter. Dus dat is verschrikkelijk. Maar goed, ik heb hier een Melting Kiss glossy stick van Catrice die ik even ga fotograferen. Heb ik hier een lekker overnight masker. Die ja, lekker voor de nacht is van Essence en van Fab Factory. Your Arm. You Are One Pineapple. En dat is dit paletje. Die ga ik ook even fotograferen. Dus dat ga ik nu maar eventjes doen. En ja, hopen dat IJs in ieder geval er nog sowieso een paar in gaat knallen. Wedstrijd is afgelopen. Mijn humeur is onwijs gedaald. 6-0 verloren. Verschrikkelijk dit. En ondanks dat ik verlies had verwacht, is dit toch wel een hele grote nederlaag. Maar ja, we doen er niks aan. De Feyenoord supporters zullen heel blij zijn en de Ajax supporters zullen vooral echt een rot gevoel hier aan overhouden. Zoals ik ook. Maar ik ga nu zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik gewoon Miljoenenjacht. En ga ik nog even verder met Disney Dreamlight Valley. Ik ga mijn foto's even bewerken en dan ga ik weer Hit & Run kijken en daarna... Inderdaad, maar dat loopt ook een beetje op zijn einde, want ik heb nog een paar afleveringen en dan is het klaar. Ik heb even de paastickertjes terug op een blad gedaan, maar ik ben er toch een paar kwijt, heb ik gezien. Dus ik hoop nog wel dat ik die terugvind. Toch een paar die het niet, ja, ik kwam er ook al eentje tegen in de paasdoos. Ik heb al eventjes het een en het ander weggeschoven, misschien morgen nog bij de kattenbakken of zo. Dat is toch van het raam zijn gevallen, want ik weet wel dat het raam, daar komt de zon op in de gang en dan... Als het warm wordt, dan zijn ze vaak snel eraf. En dan ga ik verder gewoon lekker vanavond weer in bed mijn boek lezen. Ik ga nu in ieder geval eventjes wat drinken en lekker relaxen. Want ja, deze nederlaag die was toch wel heel erg. En ik wil ook geen nieuwsbericht meer zien vanavond waarin het inkomt. Want ik ga alles wegzetten. Maar goed, ik ga jullie in ieder geval... Je moet er eentje downloaden. Ik ga jullie in ieder geval gewoon morgen weer zien. Een hele goede middag op deze maandag. Het is vandaag 8 april. Ik ben klaargemaakt. En ik zal gelijk met de deur in huis vallen. Ik was gisteravond echt boos. Het heeft te maken met de voetbal. We hebben natuurlijk gistermiddag die voetbalwedstrijd gehad van Feyenoord-Ajax. Nou ja. Ajax heeft gewoon echt heel hard verloren. Daar konden we niet omheen, want dat werd ook echt besproken in de nieuwsuitzendingen. Al was het soms kort, ik kon het op een gegeven moment niet meer horen. Ik vraag me ook af, zou Feyenoord hier voldoening hebben uitgehaald om op deze manier van Ajax te winnen? Ik zou er zelf niet heel veel voldoening uit hebben, maar goed, het is wat het is. Wat is er dus gisteravond gebeurd? Er is dus een hele groep met supporters... Die is dus naar de arena gegaan en die hebben buiten de spelersbus op staan wachten toen die vanuit Rotterdam terug Amsterdam inreed. Dus die kwamen aan bij de arena en die supporters die stonden dus al te schreeuwen schaam je kapot, schaam je kapot. Die bus die kon ook letterlijk niet verder rijden zonder dat er ongelukken zouden gebeuren, dus die bus die moest stil gaan staan. Vervolgens gaan die supporters keihard op dat raam rammen. Ik dacht echt, dat raam vliegt er zometeen uit, zo hard ging het. Dus ze begonnen ook te schreeuwen, kom uit die bus en kom naar buiten, laat je zien. Maar er staan dan altijd heel veel mensen bij met een capuchon op of een hoodie, omdat ze ook gewoon weten dat ze gefilmd worden. Want er was een cameraploeg bij aanwezig, want vaak wordt dit een beetje bekendgemaakt. Ja, zodra de media daar lucht van krijgt dat zo'n groep daarheen gaat, is die cameraploeg er natuurlijk als een malle bij. Vervolgens neemt John van het Schip... Die neemt de moeite om uit die bus te komen. Wat ik al heel knap vind. Dat ik denk van, oh, dat je dat durft. Ik zou me heel belaagd voelen als ik in zo'n bus zou zitten. Er zijn ook nog twee spelers van Ajax uit die bus gekomen. Van het Schip gaat in gesprek met twee mensen die bij die ploeg horen.
En dan denk ik van, oké, je krijgt je gesprekje, je kunt aangeven wat je ervan vindt, al heb je dat al lang laten weten. Wees dan ook mans genoeg om die capuchon van je hoofd te trekken en gewoon recht met iemand te communiceren. Maar nee, dat gebeurt dan niet. Lekker die capuchon ophouden en gewoon lekker, lekker anoniem proberen te blijven. Maar ik denk dan echt, kom op jongens, ik snap niet dat dit nog mag, want je intimideert zo'n ploeg en... Kijk, je kunt het gewoon heel rot vinden dat er verloren is. Ja, ik baalde er ook van, maar ik heb wel zoiets. Het was ook te verwachten, weet je. Heel Ajax ligt op zijn gat. Er is in de directie is van alles mis. Het loopt gewoon niet. We hebben niet echt een ploeg die lekker speelt. Maar ik vind, ik was daar gewoon boos over. Dat er dus toch een groep supporters is die dan die ploeg wil intimideren. En dat begrijp ik gewoon echt niet. Maar goed, dat wilde ik toch even kwijt, want ik was echt kwaad. Ik heb gisteravond Miljoenenjacht gekeken, dat was wel leuk. Die man die was best wel nonchalant. Die maakte echt wel koffers open. Het ging eigenlijk bij de eerste koffer wel gelijk mis, want hij trok gelijk die 5 miljoen, dat hoogste bedrag eruit. 5 miljoen? Is dat 5 miljoen? Nou, dat weet ik niet precies. Hij trok het hoogste bedrag eruit. Uiteindelijk heeft hij een hartstikke mooi bedrag gewonnen, dus dat was helemaal prima. Ik heb nog eventjes Disney Dreamlight Valley gedaan. Daar kwam ik nu weer iets minder ver mee. Ik heb mijn nagels gedaan. Ik dacht dat ik het nagellakje had gepakt. Ik zal hem even halen. Want hij staat blijkbaar toch nog op de slaapkamer. Ik heb het zo warm gehad met slapen. Het was echt heel vies warm. Het is hier in huis ook gewoon 20 graden. Dus het is niet echt heel erg lekker temperatuurtje. Maar ze zijn dus roze. Ik heb ze roze gemaakt. En ze hebben dus de naam Wave Goodness van Essence. Is dit nagellakje? Met de naam 01 Lose Your Heart on the Board. Dus ik vond hem wel leuk. Nou, verder heb ik mijn foto's bewerkt. Dan ben ik even begonnen met de thumbnail voor de video van Essence die morgen online komt. Want dat is toch altijd wel wat meer werk dan je verwacht. Dus die heb ik nog niet helemaal af, maar de teksten staan erin, dus dat is fijn. Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken. Vanavond de allerlaatste aflevering was wel heel spannend. En daarna heette daad. En toen ben ik naar bed gegaan om een boek te lezen. Ik heb hem bijna uit en ik ben er blij mee. Want het is te veel irritatie over de manier van schrijven met dit boek. Maar goed, doe je niks aan. Ik ga zometeen lekker de boel doen. Ik ga een muziekje aandoen. Ik ga de kattenbakken doen. En ik moet nog even een wasje opvouwen. En ik ga gewoon even kijken wat ik jullie weer in mee kan nemen. Ik moet eigenlijk nog even een was aanzetten. Het is hier binnen ook gewoon 20 graden. Dus ik hoop dat ik hem zo kan vangen. Zo, ik ben weer klaar. Alles is weer schoon. Ik heb volgens mij een vieze bril op. Ja. Moet ik zo even schoonmaken. Maar alles is weer gedaan. De kattenbakken, de douche, de was is opgevouwen. Er is al een was klaar. Die gaat, de droger gaat zo aan. En nou, dan heb ik toch alles zo weer afgekregen. En dat is wel fijn. Katten hebben ook net lekker gegeten. Ik heb het wel echt heel erg warm. Want het is best wel warm als je aan het poetsen bent. Ik zal eens even kijken hoeveel graden het is.
19. Nou ja. Ik ga zo meteen in ieder geval eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks eens lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik gewoon weer Chateau Meiland Vips. Ja, ik zag een voorstukje, dat vond ik wel grappig met Gordon. Maar ik moet even kijken hoe ik het vind. Want ik moet zeggen, ik vond vroeger de humor van Gordon zo wel leuk. Maar de laatste tijd is er zoveel gezeik dat ik het ook een beetje zat ben of zo. Maar goed, we gaan het wel zien. Ik ga daarna nog even een spelletje doen. Dan ga ik mijn video in elkaar zetten en mijn blogpost schrijven. Dan ga ik mijn Netflix-serie uitkijken. Heel benieuwd naar het laatste deel uiteraard. En ja, dan ga ik nog even eten, daad kijken. En dan ga ik naar bed mijn boek uitlezen. Ik denk ook nog wel een nieuwe starten, want deze is bijna uit. En ik denk dat ik ook nog wel met een nieuwe kan beginnen. Maar ik moet ook even kijken hoe moe ik ben. Die vlieg heb ik trouwens niet meer gevonden. Dus ik hoop of dat hij naar buiten is gevlogen. En ik hoop niet dat hij op mijn slaapkamer is beland. Want dan wordt het natuurlijk helemaal niet leuk om te slapen. Maar misschien zie ik hem nog. Maar ik zie hem nu niet meer vliegen. Dus misschien dat hij toch naar buiten is kunnen gaan. Maar ja, ik weet echt niet waar hij gebleven is. Maar goed, ik ben wel blij dat alles weer klaar is. Want dan, ik had alleen, het was een beetje vervelend. Mijn plinten liggen hier en daar een beetje los. Die moet ik eventjes vastmaken. Ik heb van die tape komt eraan. En dan kan ik het even goed vastmaken. Maar zo heb ik zo'n heel klein stukje op. Dus ik moest even die zak leeg trekken. Zat hij ook helemaal onderin. Nou, toen kon ik gelukkig daarna alles weer opzuigen. Toen ik dat stukje had gevonden. Maar dat was ook wel eventjes dat ik dacht van, hé, wat vervelend weer. Maar goed, ik heb hem weer gevonden. Dat is het belangrijkste. Goed, nu ga ik lekker relaxen en even mijn bril schoonmaken. En even wat drinken. Dus ik zeg bij deze tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is vandaag 9 april. Ik ben klaargemaakt. En het is vandaag een wat kouder dagje. Althans, het is hier binnen nog steeds 20,5 graden. Stoken hoeft echt niet meer bij mij. Maar je merkt gewoon dat het buiten wat frisser is. Het is nu 14 graden, maar er staat een flinke wind. En dat merk je ook wel, dat het echt wel goed waait. De zon is ook niet te bekennen, het is een beetje bewolkt. Ja, ik vind het zelf wel gezellig. Maar ja, voor heel veel mensen die van het weekend natuurlijk zo genoten hebben van het weer, zal het wel even weer een domper zijn, dat het nu weer wat minder is. Ik heb gisteren gekeken naar Goede Tijden en daarna naar Chateau Meiland Vips. Birgit Lewis en Gordon waren te gast. Ik moet zeggen, vroeger, ik heb heel veel gekeken naar Geer en Goor over de vloer. Dat vond ik echt fantastisch. Ik kon daar echt heel erg om lachen. Laat ik vooropstellen, ik heb nu ook nog wel momenten gehad dat ik moest lachen om Gordon. Maar ik ben ergens ook een beetje Gordon moe. Hij is de laatste tijd heel erg negatief in het nieuws gekomen. En dat doet hij natuurlijk vooral zelf. Hij weet ook niet zo goed wat hij wil. Dan neemt hij weer een break van social media. En nou, een week later kan hij die hele social media weer volschrijven. Maar ja, goed, dat is gewoon, denk ik, hoe iemand is. Een haartje op mijn tong, dat is niet zo fijn. Hij is toen naar een afkikkliniek gegaan omdat hij dus een drankprobleem had, dacht ik ook. Ja, hij had ook een drankprobleem. En hij komt daar binnen, dus ze vragen, nou, wil je een boekie? Nee, zegt hij, ik wil wijn. Dus ik dacht, wijn? Maar jij drinkt toch niet meer? Jij kan toch niet meer drinken? Ja, ik dacht altijd, als mensen een alcoholprobleem hebben, of wat voor problemen ook op het gebied van verslaving, dat je ook geen één drankje meer kan nemen, omdat je dan weer in een patroon hervalt. Maar ja, blijkbaar kan hij nog steeds wijn drinken, want hij ging aan de wijn. En ik denk niet dat hij alcoholvrij was. Althans, dat is er niet bij verteld. Maar hij vindt zichzelf zo intens grappig. Hij lacht zo erg om zijn eigen grappen. Dat ik op een gegeven moment had van, oké, ik ben er nou ook alweer een beetje klaar mee. Ik vind het echt niet zo heel grappig meer. En spelen met eten, wat ik gewoon verschrikkelijk vind. En nee, ik vond het, het was op zich wel een mooie uitzending. Maar ik, op een gegeven moment had ik echt wel zoiets, oké, ga maar weer naar Dubai. Het is goed geweest. Ik heb daarna nog even een spelletje gedaan. En toen ben ik een video in elkaar gaan zetten. Ik heb mijn blogpost geschreven, dus dat is allemaal weer gelukt. Toen ben ik de laatste aflevering van de Netflix-serie gaan kijken. Ja, heel bizar einde. En het is eigenlijk een open einde, alleen er is ook wel bekendgemaakt. Er komt dus geen vervolgseizoen op deze serie, omdat hij dus niet zo goed had gescoord als dat ze hadden gehoopt. Dus dat is best wel jammer, want je
blijft eigenlijk met vragen achter wat er dus uiteindelijk op het einde gebeurd is. Maar je zult er nooit achter komen. Dus het is iets wat je zelf in kunt vullen, omdat er dus geen vervolgseizoen komt. Dat vind ik wel heel jammer. En daarna heb ik even Hete Daad gekeken. Was de ene laatste aflevering. Dat was dan ook weer een dubbele aflevering. Dus vanavond het vervolg daarvan. Toen ben ik naar bed gegaan, heb ik mijn boek uitgelezen. En ben ik ook alweer met een nieuw boek begonnen. Dus nou ja, dat was het ook wel. Ik ga nu zo meteen stofzuigen. En dan ga ik een video opnemen. En dan ga ik eventjes Diamond painten. Dus dat is eigenlijk voor nu een beetje de planning. Dus ja, ik neem jullie daar gewoon weer eventjes in mee. Maar goed, dat is wat ik eventjes ga doen. Dus ik ga eventjes eerst even de stofzuiger er doorheen halen. En dan ga ik eventjes mijn video opnemen en nog even daarin weten. Nou, ik heb wel weer alles gedaan wat ik wilde doen, video opnemen en diamond painting. Maar ik ben dus een zakje, aantal zakjes met steentjes kwijt, dus ik kon niet heel erg verder. Dat was wel jammer, want normaal gesproken heb ik ze altijd in mijn tijd wel gevonden. En dat ging nu eventjes niet zo heel makkelijk, dus daar moet ik nog eventjes mee verder. Om te kijken waar ze dan zijn. Dan moet ik van het weekend eventjes boven gaan kijken of ik ze weer kan vinden, want dit klopt dus niet. Dat is een beetje jammer. Verder was het prima. Ik heb eventjes een nieuwe luchtvochtvreter naadvulling in die vochtvreter gestopt. Nu heb ik er eentje die ruikt naar citroen. Dat is ook wel lekker, maar ik weet niet of die geur echt heel erg gaat ruiken. Maar verder was het prima. Ik ben alleen dus nog een paar stickers. Ik ben nu nog één stickertje kwijt. Dus ik moet nog even verder zoeken. Het is volgens mij ook een vrij kleintje, lieve heersbeestje. Misschien dat die hier ergens nog onder het kleed of zo ligt. Dat moet ik eventjes nog gaan zoeken. Ik ga nu in ieder geval zo even lekker relaxen. Dan ga ik strakjes lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik... Ja, ik denk even wel terugkijken. Ik weet nog niet precies wat, want er is niks op televisie wat ik zelf heel leuk vind. Dus ik moet even terugkijken wat ik wil gaan doen. En ik ga sowieso even een spelletje doen. Dan ga ik de vlog afmaken en mijn foto's bewerken. Nieuwe Netflix-serie uitzoeken, maar ik weet echt nog niet welke ik wil gaan kijken. Dus daar moet ik nog eventjes naar op zoek gaan. En daarna de allerlaatste aflevering van Hete Daad. En dat is het dan ook wel weer. En dan ga ik naar bed om mijn boek te lezen. Ik ga bij deze in ieder geval de vlog afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje op mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf staat de rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En ik hoop je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!